Ja, vrienden, ik heb het gedaan. Zoals beloofd. Ja, ik heb naar VI gekeken. Ja, niet de hele uitzending hoor. Gewoon de eerste drie kwartier. Daarna ben ik naar Cambuur gaan kijken. Maar ik heb de eerste drie kwartier gezien. En wat zagen we daar nou? Bij dat VI. Nou, we zagen eerst natuurlijk feestelijk ongemak. En behoorlijk ongezellig. Dat hebben we gezien. Ja, dat was niet gespeeld hoor. Dat was gewoon zo. Ja. En daarna zagen we gewoon dat Johan, de nationale azijnman, die trok gelijk, hup, het register open. Die ging stevig vol op het orgel en die ging tekeer tegen Gluipert Gené. Ja, die zei gelijk van, ja, het voelde als verraad en luister eens even goed, je hebt de format verkracht. Dat zei Derksen. Dus die kwam lekker stevig uit die startblokken. En toen dacht ik, nou ja, oké. Okay. Maar daarna zagen we weer die Gijp. Ja, die Gijp zeg. Die kijkt dan weer weg en die lacht er even overheen. En die zegt dan helemaal niks. Want die beweerde de meest verschrikkelijke dingen van de zomer. En dan hoor je er niks meer van terug. NSB'er en noem het allemaal maar op. Die heeft ook die Gijp. Die heeft de ruggengraat echt van een sardientje. Dat is wat het is. En toen werd er gezegd van, nou oké, okay, beetje oude jongens, krentenbrood. We gaan weer over voetbal beginnen. Maar toen zag je toch exact de schade die die hele rel heeft veroorzaakt aan het programma. Je hoeft alleen maar naar het gezicht te kijken van de Gluipert Gené. En dan weet je al genoeg. Ja, want dat gezicht, dat is dat jongetje van vroeger. Die hebben we allemaal in de klas gehad. Dat geniepige gozertje. Die onbetrouwbare knakker. Dat is hij. En daar zitten zij nu mee. Ze vertrouwen hem niet. Hij is onbetrouwbaar. Dus ze lieten hem ook een beetje links liggen. Er gebeurde niks. Er was geen enkele interactie. En Gluipert Gené, die gooide af en toe wel eens een zinnetje op. Maar er werd amper op gereageerd. Het waren Gijp en Derksen. En die maakten verder de hele show. Zoals altijd. Want wat ik altijd beweerd heb. Je hebt de hele Gluipert niet nodig. Hij voegt niks toe. En toch wordt daar maar aan vastgehouden door dat rare talpa. Want dat is niet nodig. Want je kunt aan alles zien dat die Gijp en die Derksen, maar vooral die Derksen, dat die geen zin hebben in die Gluipert. En of die nou weg was gegaan, Gluipert Gené, om even 10 minuten koffie voor hun te gaan halen, dat had niemand gemerkt. Dat had niemand in de gaten gehad. En dat wordt zijn rol in de toekomst. Dat is namelijk volkomen overbodig in dat programma. Ja, dus daar hadden ze rustig een ander neer kunnen zetten. Was allemaal ten goede gekomen aan de geloofwaardigheid van iedereen. En dan was alles opgelost geweest. Nu blijft boven het programma steeds maar hangen. Zijn we geloofwaardig? Poeh! Dat is nog steeds een enorm vraagteken. En twee, waarom zit Gluipert Gené daar nog? Dus jongens. Wat hebben we hier nou van opgestoken? Dat het voorlopig komt dat tussen Gluipert Gené en vooral die Derksen. Daar komt het gewoon voorlopig helemaal niet goed. Nee, ja, gedurende de maanden en gedurende de tijd zullen de mensen hier wel overheen stappen. En zullen ze wel weer denken van oké, okay, laat het maar zien. En ze gaan het vergeten wat er gebeurd is. En dan hobbelt dat programma wel door. Maar wordt het o zo interessant als het altijd geweest is? Dat is ernstig de vraag en ik denk van nee. Maar goed, hey, luister eens goed. Voorlopig de uitslag van de uitzending is, er is altijd een winnaar en een verliezer. Dus de winnaar is met afstand Johan Derksen. En de verliezer met afstand Gluipert Gené.